kort voor 11 uur kregen we de melding dat hier een aanvaring zich zou hebben afgespeeld ter plaatse. Leek het erop dat een pleziervaartuig was overvaren door een ander schip. En op dit moment zijn we nog op zoek naar twee personen. We hebben inmiddels een 16-jarig meisje uit het water gehaald. Zij is overgebracht naar een ziekenhuis. En twee andere opvarenden van het schip, daar zijn we nog met man en macht naar op zoek. Een sonarboot die probeert de precieze locatie van het wrak te achterhalen. Er zijn duikers aanwezig en een politiehelikopter die zoekt naar de lucht. Een voorbijvarende ferry die heeft inderdaad zicht gehad op een andere drenkeling. Ze hebben geprobeerd hem of haar aan boord te krijgen. Dat is niet gelukt en ze zijn ook het zicht weer verloren. Dus die persoon is een van de twee personen die we op dit moment aan het zoeken zijn. We worden geconfronteerd met een sterke stroming. Het zoekgebied wordt daarmee elke seconde groter. Onze acties zijn er op dit moment op gericht om de personen te lokaliseren, zo snel mogelijk uit het water te krijgen. Maar elke seconde wordt dat ook moeilijker. Ik durf me op dit moment nog niet uit te spreken over wat ik verwacht. Voor ons is dit op dit moment nog een reddingsoperatie. En ik hoop met een goede afloop. Tegelijkertijd zijn we ook realistisch. Maar op dit moment is het voor ons nog een reddingsoperatie. Als het anders wordt, dan zal ik dat ook zeggen. We hebben het schip zelf niet gezien, omdat het natuurlijk zeer snel is gezonken. Gezonken was toen wij hier ook aankwamen. Maar ik heb begrepen dat het een pleziervaartuig was, een soort jacht- of zeilboot misschien. Maar zeker weten doe ik dat op dit moment nog niet. Ja, er zijn getuigen geweest die in ieder geval mensen in het water hebben zien liggen. Daar spreken we mee. En ook zij helpen ons om de juiste locatie te vinden en ook te vertellen wat zich hier nu precies heeft afgespeeld.